Almere Centrum gaan we weer geschikt maken voor de 21ste eeuw. Almere groeit en we moeten die groei aan en we willen de mensen verleiden om zich hier te vestigen, bedrijven, instellingen. Dit Mandelaplein hier moet een mooi verblijfsgebied worden met veel meer groen. De gemeente zit daarop in dat het een aantrekkelijk gebied wordt. We willen dat de stationshal zich meer richt naar buiten, dus meer glazen gevels. Enge, vieze hoekjes proberen we weg te werken, zodat het een aantrekkelijk en veilig gebied wordt. De hal gaan we helemaal opknappen, zodat het veel aantrekkelijker wordt om daar te komen. En de passage, de Noord-Zuidverbinding tussen beide pleinen, die wordt veel breder, ruimer en veel vloeiender. En we gaan de overkapping helemaal opknappen en uiteindelijk voorzien van zonnepanelen. Almere is nu al de 8e gemeente van Nederland en groeit door naar de 5e. En bij zo'n metropool hoort ook een vitaal, dynamisch stadscentrum. Nu stappen hier al 25.000 reizigers in en uit. En straks zal dat groeien naar 40.000, 45.000 en er zijn zelfs prognoses van nog meer mensen. Dat maakt Almere Centrum tot een ideale knoop en ook een prachtige vestigingsplek. Dus Almere en Flevoland willen inzetten dat hier vooral bedrijven, instellingen, maar ook mensen zich gaan vestigen. Alles in dit project is erop gericht om klaar te zijn voordat in april 2022 de Floriade begint. Dan staat het hele station klaar om de mensen welkom te heten.